zullen er ook veel kinderen afhaken. En dat wil je natuurlijk ook niet. Ja, en die tellen we niet. Want we weten niet wie er stopt of waarom ze stoppen. Dan komt er een smoesje, dan komt er een verhaal. Ja. Ze kan niet zeggen of het er 100 zijn, of het er 20 zijn. We weten dat gewoon niet. Wat ik wel weet, is als dat weer omhoog moet. We hebben 2 jaar gelijk gehouden. Dit jaar met 5% omhoog. Maar als dat weer omhoog moet, dan gaan er nog meer kinderen stoppen met sporten. En dat kost uiteindelijk geld. Maar goed, jullie staan nu op min 20.000 of zo in de kas? Nee, zeker niet. Oh, okay. Nee, we hebben een prima eigen vermogen. Okay. In vette jaren hebben we hartstikke goed gespaard. Maar wat heb je nodig? Waar ligt de oplossing, denk je? Een aantal dingen, denk ik, qua oplossing. 1, we moeten echt zorgen, en daar spreek ik ook met uw collega over in het college in Amsterdam. Gooi die veldhuur in Amsterdam niet nog een keer omhoog, en zeker niet met de inflatiecorrectie. Dan in Den Haag. We hebben vandaag een heel debat, gelukkig ook een commissiedebat over sport. Maar hopelijk wel echt wat is gebeurd. Zit de BTW op de bitterballen in de kantine? Nou ja, kijk, we hebben het net over ontbijten en zo. Als dat een beetje lukt met dat geld ophalen, dan gaan wij in het weekend dus ook ontbijt doen voor de kids, met hopelijk dus ook onbelast groente en fruit. Want als je dat dus wil doen, loop je dus ook weer tegen van alles aan waar we het ook met elkaar over hebben. Dus wat we nodig hebben is echt zorgen dat de overheid ons steunt, maar ook Den Haag. Dan vraag je energiesteun aan vorige week. En wat gebeurt er? U hoort in 2024 meer. Dus ik vraag het aan, in 2024 hoor je meer. Nou,